Iedere vrijdag is Kamal te gast en dan klaagt hij over iets wat zwaar op zijn lever en andere onderdelen ligt, Kamal. Ja. En wat is dat? Wat inspireert jou met de lente? Diëten! Waarom dacht ik dat daarover ging? Diëten! Schrijf je klachtenbrief, Kamal. Wij gaan luisteren en volgen wat er precies in staat. Hè? Ja. Liefste hersenen. Ik dacht dat de afspraak was om deze lente gemotiveerd te zijn. Ik ben nu al 2 weken op dieet en het enige dat ik verloren ben is 14 dagen. Het is wel bijna zomer, hè? En ik word alleen maar dikker. Vorige week vroeg ik aan mijn huisdokter om een pijnstiller en in de plaats van een voorschrift voor Defalgan kreeg ik een waardebon voor een fiets. Uiteindelijk zei mijn dokter dat ik moest stoppen met intieme etentjes voor 4. Hey, tenzij er 3 andere mensen bij zijn. Maar misschien ben ik gewoon zo dik omdat dieet te hard lijkt op mijn vriendin. Smakeloos, vermoeiend en ik kan haar toch niet langer dan een week trouw blijven. Ik heb mijn dieet al zo vaak bedrogen dat zelfs Weight Watchers mijn scheidingspapier heeft gestuurd. Maar weet je wat het probleem is? We zitten rijk! We hebben zelfs glutenvrije, lactosevrije broodjes met wortel hummuslade. En Bjorn lentesla om een of andere reden. Maar dat is toch te rijk? Denk je nu echt dat als je naar Somalië vliegt en je daar een Zwart-Afrikaans jongetje een gewone smos geeft, dat hij daar nee zegt omdat daar gluten in zitten? Gaat hij daar een opgeblazen gevoel van krijgen of wat? Hoe kan het trouwens dat we water vinden op planeten even ver als mijn buik omtrek, maar dat we geen proper water krijgen in Afrika? Lieve grijze massa, ik weet het. Het leven is een strijd tussen willen eten en niet dik willen zijn. En het is moeilijk. Zeker als mijn doorzettingsvermogen even laag is als de kans dat Gert Verhulst de nieuwe K3-meisjes gewoon met rust zal laten. Ik heb trouwens gisteren nog geprobeerd om vol goede moed veel calorieën te verbranden. Ja, dus ik heb een zak snoep in een fik gestoken en ik ging chillen met een pak friet. Lieve Brian, het is niet dat ik niet wil afvallen, hè. Ik wil koekjes gewoon veel harder. Ben je trouwens zeker dat ik niet te dik ben voor mijn lengte, maar misschien gewoon te kort ben voor mijn gewicht? Je moet echt op zoek naar oplossingen. Uw vorige idee trok op niks. Ik had zelf wel moeten weten dat je scheren net voor het wegen toch niks helpt. Of dat iemand aannemen om fulltime eten uit je handen te slagen ook een dom plan is. Zoals het is een grijs stukje massa, ik wil dun worden. Ik ben beu om samen met mijn zusje te hula hoepen om dan te worden bevrijd door de brandweer. Ik heb daarom denk ik het idee voor mij, voor de mensen in de auto en voor de mensen aan de ontbijttafel. Schoolschip, tabula rasa, doe zot. Maak alle kasten open en verwijder alles wat ons er dik doet uitzien. Maar echt alles, hè? Weegschalen, camera's, spiegels. Niemand die zich daar nog slecht voelt. Getekend Kamal. Geweldig, dankjewel Kamal. Ciao. De lente. Op.